Na een teleurstellend verlopen bekercompetitie begon afgelopen zaterdag de reguliere competitie voor Pacoma Grizzlies. Ze speelden in Kardingen tegen Eindhoven Kempanen. De Grizzlies wonnen vorige week voor het eerst een thuisduel. Maar om te spreken van een geslaagde bekercompetitie was dat te weinig, te laat. De Grizzlies werden 1 na laatste. Maar goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen en de Grizzlies hopen de competitie goed te beginnen tegen de Eindhoven Kempanen. Hier de eerste kans van de wedstrijd, maar Lance Morrison mist. 6e minuut van de wedstrijd en de face-off. En de score van Eindhoven, geen goed begin dit. De Grizzlies gaan dan op zoek naar de gelijkmaker. En die lijkt er ook te komen. Maar het feest gaat niet door, want de goal wordt afgekeurd omdat nummer 9 Derek Baginski met de puck mee de goal in glijdt. 0-1 dus nog steeds. Nu dan, mooie actie. Maar hij wilde niet in. De duwfout dan van Eindhoven en de tijdstraf voor deze Kempaan. Powerplay Grizzlies. Maar de Groningers gaan slordig om met de man meer situatie. Zo slordig dat Eindhoven kan counteren. En scoren. 0-2 en dat ziet er niet goed uit. Even later, weer de powerplay voor de Grizzlies. De druk op het doel. Nogmaals het schot. En uiteindelijk de goal van Baginski. Belangrijk deze aansluitingstreffer van de Canadees zo op slag van rust. De tweede periode dan en er is nog van alles mogelijk. De eerste minuut en de aanval van de Kempanen. De Grizzlies zijn de puck even kwijt en dan is de 1-3 voor het intikken. Dat zag er niet best uit in de defensie. De Grizzlies zijn het spoor dan echt bijster. Foutpaas hier. De kans voor Eindhoven, maar goalie Blanchard staat goed. De face-off volgt. Eindhoven wint. Geklungel achterin en op de lat. En dan de verwoestende uithaal. 1-4 en de Grizzlies lijken geklopt. Jeroen van Opten knalt de puck dan uit de baan en hij moet gaan zitten, tijdstraf. Mannetje minder situatie. Maar er wordt dan gestreden. Hier de kans, maar net niet. Uiteindelijk na wat gerommel weet Baginski weer te scoren. 2-4 en er is nog wat hoop in Kardingen. Laatste minuut van het tweede kwart en Eindhoven in de aanval. Goed verdedigd dit. De tegenstoot via Lance Morrison. En daar staat Baginski weer. Geweldig. 3-4 en het is weer helemaal een wedstrijd. Vol op de aanval dan in de laatste periode zou je zeggen. Maar de Grizzlies weten niet meer tot een fatsoenlijke aanval te komen. En Eindhoven kan weer een gat slaan. 3-5. De tijd tikt weg. Het is nu of nooit. Kansje Grizzlies. Maar nee, er zit geen rek meer in het team van Sergei Yashin. 10 seconden voor tijd. Slotakkoord Eindhoven. Keurig uitgespeeld en game over. 6-3 verlies in de eerste competitiewedstrijd en dat is zuur. Zondagavond mochten de Grizzlies het weer proberen in Nijmegen. De Grizzlies kwamen 2-0 voor, maar in de slotfase gingen de Groningers toch onderuit. 3-2 voor Nijmegen. En de Grizzlies staan laatste in de competitie met 0 punten.